Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland. En aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 41 is Hebben en Zijn van Dimitri Verhulst. Stel dat je na je leven de keuze krijgt tussen het eeuwige niets of een herhaling van alle shit die je al een keer hebt meegemaakt, wetende dat je leven waarschijnlijk een stuk vervelender is geweest dan je herinneringen je doen geloven. Rondom dit in cynisme gedrenkte existentialisme draait de nieuwe roman van Verhulst, waarbij hoofdpersoon Malodo in een soort ontwenningskliniek terecht is gekomen na zijn dood. Onder toezicht van de counselor, een gezellige peer met schele ogen en een frat, wiens intelligentie en aantrekkingskracht vormt voor vrouwen, dat doet wellicht een belletje rinkelen, volgt hij een detoxicatieprogramma om van het leven af te kicken. Niemand is nodig. Waarom zouden doden er moeten zijn voor anderen die straks ook doodgaan? Wat kan daar nu het grotere nut van zijn? Er is geen nut, meneer Malodo. Nut is een uitvindsel, de smoes van de levenden om door te gaan met hun gedoe. Dit verhaal roept herinneringen op. Malodo is in die tussenwereld op zoek naar zijn geliefde Laura Louise, zoals de geliefde uit Het leven uit een dag van Avia van der Heijden ook naar elkaar op zoek zijn in de hel. En beide boeken spelen met de vraag of het leven niet meer is dan een herhaling. De klinische omgeving deed me dan weer denken aan de film The Lobster. Een kliniek die ook als een soort voorstadium van de dood kan zien. En dan de naam van de hoofdpersoon, Malodo. Aan de ene kant heeft het iets weg van Godot uit Wachten op Godot, Samuel Beckett's toneelstuk over de zinloosheid. Maar aan de andere kant kun je Malodo wellicht vertalen naar dood of naar slechte geur, verwijzend naar het wandelende lijk dat de hoofdpersoon is. Dood is dood, Malodo. Het is de ultieme kwijtschelding van alle schuld. De dictator is er precies hetzelfde als de weldoener aan toe. Er is beloning noch straf. Velen vinden dat lastig om te dragen. Ze verlangen van de dood de gerechtigheid die men in het leven zelf niet bij elkaar kreeg. Pech! Iedereen verlaat de tent zonder betalen. Malodo zet zich af tegen groepsessies, tegen de gezamenlijke barbecues. Hij hoort verhalen aan, gaat op excursie naar iemand die in coma ligt, rookt sigaretten, gaat naar een dansfeestje en heeft seks. En tussendoor krijgen de gelovige celibatairen er verlangs die misschien wel de grootste junks van het leven zijn. Neuken, om maar iets te zeggen, daar deed die man niet aan. Door zich niet aan een aardse persoon te binden, had hij een dichtere binding met God. Dat was het hele idee. Tja. Wie niet heeft geneukt, heeft niet echt geleefd natuurlijk. En hier wordt hij met de neus op de feiten gedrukt en ziet hij in dat het allemaal voor niks is geweest. Die heeft het zaad in zijn ballen laten verstenen en verklonteren, voor niks de botten. Zijn bestaan was aan het onbestaande toegewijd, volledig, dus dat komt natuurlijk wel even binnen. Terwijl Malodo als verslaafde aan de Vita-pleisters gaat, een soort equivalent van de nicotine-pleisters, bekruipt je als lezer het gevoel dat het voorportaal van Verhulst, dat hij aan de man brengt met zinnen die zwoem hebben en die meerdere taalregisters behuizen, zodat hij een poepanalyse kan combineren met de opvoeding van kinderen, maar dat voorportaal niet meer dan een vermakelijk idee is om grappige anekdotes te vertellen. Met zwarte humor, soms flauwe omkeringen, maar dat het soms ook te ver doorschiet naar slapstick. Zoals de jongen die voor zijn mondelingexamen seks heeft met zijn gelovige scheikundedocenten met kolossale schapentanden. En een islamitische serie kinderverkrachter en moordenaar die vrolijk besluit zijn leven nogmaals te leven om vervolgens nog meer slachtoffers te maken. De vraag die de tekst gaandeweg opwerpt is of je als lezer genoegen neemt met een somber existentieel grapje of dat je toch ook nog verlangt naar een climax, naar een prikkelende gedachtenkronkel. Het leven is smerig, Malodo. Het is meestentijds versneden met smeerlapperij. De zuiverheid varieert van 0 tot 99%. Alleen wie echt heel veel geld kan neertellen voor zijn gerief, heeft een grotere garantie op het kwalitatieve spul. De slimme omkering in dit kluchtige verhaal is dat je als lezer wordt getrakteerd op verhalen uit het leven. We zijn een troep verhalende apen, aldus Malodo. En daardoor staat het schrijven van een boek voor een auteur gelijk aan het krassen van een tekst in een boom met ik was hier bij de schrijvers, kijken naar de toekomst vanuit een verleden. De dood is dom en het schrijven over de dood is net zo onmogelijk als het voor Malodo is om van het leven af te kicken. U leidt aan hetzelfde, mijn beste Malodo. Uw herinneringen zijn ruimte euforisch. Daardoor praten uw hersentjes u een verlangen aan om die ervaring uit het verleden te heroveren. Zij willen dat u gaat hergebruiken, met andere woorden. De counselor, de magere hein in Sartre-gedaante, heeft met zijn anti-leven-retoriek de schijn tegen. Zoals een behandelaar van een alcoholist voor zijn werk
tegen alcohol moet pleiten, maar vervolgens 's avonds voor zichzelf een ruime gin tonic kan inschenken. De ene verslaafde houdt de andere voor dat afkicken een logische stap is. De beslissende keuze van de hoofdpersoon mag dan geen verrassing heten, toch maakt dat het gedachte-experiment van dit boek minder waard. Want als lezer ben je geen stap verder gekomen. De vraag is tot slot waar de lezerherinnering van hebben en zijn terechtkomt op de dopamine-index. Of dat onze herinnering haar volledig onderdrukt. In mijn geval hebben de stijl en de originaliteit van Verhulst vermoedelijk wel wat eiwitten aangemaakt op mijn dopamine 2 receptor. En dat is in de cynische wereld van deze schrijver al heel wat. Word nu ook een lezer des Vaderlands of maak van je beste vriend of vriendin of van je kind of van je opa of oma een lezer des Vaderlands en bestel dit leuke t-shirt. Kijk nou, ziet er toch leuk uit? Of bestel een hoodie, een sticker of een tas. Linkje in de beschrijving.